Hey kijkers van Dus David Games, welkom bij een nieuwe David vlog. Ik ben hier samen met Revé. Hi Moppie. Maar wij zijn hier niet alleen. Afgezien van mijn hele setup natuurlijk, heb ik hier... Oh, er gebeurt allemaal van alle dingen achter mij. Heb ik hier ook een cameraman. En deze cameraman die gaat er niet zoveel praten, want dat is zeer onprofessioneel om het als cameraman te doen. Dan moet je gewoon lekker je mond dicht houden. Die is hier van één vandaag en zij gaan even filmen wat wij hier nou precies doen bij DDG. Want dat is natuurlijk één groot mysterie. Jullie denken, nou die gamen de hele dag maar. Is niet waar, we drinken ook heel veel cocktails en we zitten lekker in de achtertuin in het bubbelbad. We hebben geen bubbelbad, of wel? Stiekem wel, in onze gedachten wel. Sst. Nou ja, Revé gaat eventjes verder filmen zometeen tijdens het interview, dat je een beetje behind the scenes kunnen kijken. En er wordt al gesignaald heel hard met flapperende handen dat ik nu moet stoppen, omdat ze geen tijd meer hebben. Dus tot zometeen jongens. Want je had eigenlijk gewoon een heel andere baan, of wat deed je op dat moment? Ja, ik was vliegtuigingenieur. Ja, ja. Dat is nog wat anders als gamer. Klinkt serieus? Ja, nou dat was het dus ook wel. En dit was min of meer een beetje mijn creatieve uitlaatklep. Gek doen op de camera, spelletjes spelen, denk ik thuis toch al. Ja, inderdaad. Heel wat anders als aerodynamica en NCR's en weet ik wat. En op een gegeven moment kwam het moment dat je dus zelfs blijkbaar je baan hebt opgezegd. Ja, het was niet meer te combineren. Zo simpel was het. Het was gewoon een 40-uurige werkweek. Nou, je moet een stukje reizen, dus je bent 50 uur bezig. Je neemt soms je werk nog een beetje mee naar huis natuurlijk. In ieder geval qua stress, lange dagen en veel nadenken. En toen kwam YouTube nog eens een keer. Dus het was regelmatig dat ik om 2-3 uur in mijn nest lag en dan gewoon om 7 uur weer uit moest. Nee, ja, toch zal elke kijker zich natuurlijk afvragen, nou te gek, je hebt een eigen videokanaal, je doet wat je leuk vindt. Ja. Kan je er net van rondkomen of word je er ook rijk van? Het duurt lang voordat ik een miljonair van word, dat zal ik gelijk zeggen. Maar als ik elke maand elk dubbeltje zou moeten omkeren, zou ik het niet doen natuurlijk. Er moet wel meer toekomstperspectief in zijn dan een daily job als vliegtuigingenieur. Ja, je wil misschien geen exacte bedragen doen, maar kan je een indicatie geven waar moeten we aan denken? Hoeveel verdien jij? Ja, je zit te lachen, je vindt het leuk hè? Nou ja, ik heb het net meegemaakt, ik denk dat is ongelooflijk. Ja, ja, ja. Waar ben je het meest trots op? Ik denk op de groep die wij hebben. Ik ben steeds aan het uitbreiden met wat voor content wij kunnen brengen. Het zal eerlijk zijn dat het eerste jaar was puur gameplay. Tweede jaar kwamen daar reviews bij en een keer een tripje naar E3 of naar Gamescom. En dit jaar hebben we nog meer, ik noem het een beetje lifestyle. Dus heel veel van die gasten, waaronder ikzelf, die vlogt elke week. Dus dan krijg je meer een insight van het leven van een gamer. Wat is jouw visie op het verschil met YouTube en gewone televisie? Nou, dan vraag jij mij precies de verkeerde. Want ik kijk al drie, vier jaar geen televisie meer. Ik heb net een paar korte stukjes kunnen zien van één vandaag, die hier dus op bezoek was. Ja, wat hebben ze gevraagd? Je hebt het een beetje kunnen horen. Waarom zit ik het te herhalen? Mocht je het niet helemaal gehoord hebben, want ik heb het niet integraal natuurlijk in een video geplaatst. Ze hebben mij gewoon gevraagd over hoe ben je begonnen, wat vind je er leuk aan, wat is DDG zo speciaal, hoeveel geld verdien je nou precies David en wil je dat zien, dan kunnen jullie waarschijnlijk vertellen hoe laat het een keer op tv komt. 6:15 Nederland 1. 6:15 op Nederland 1, welke dag? Dat is nog niet bekend, volgende week. Ik tweet het wel jongens, volg me even op @dusdavid, als je het nog niet doet, volg je me al, hartstikke mooi, houd gewoon in de gaten, ik ga deze uitzending sowieso tweeten. En bedankt voor het kijken. Doe even die like omhoog. Abonneer op Dus David Games voor nog veel meer. Ook gameplays, niet alleen maar dit als je het niet leuk vond. En tot de volgende keer. Later.